Op 11 september brachten de Nederlandse Golffederatie, Golfcentrum de Batouwen, Batouwen Minder Valide Golf en de Going for Golf Foundation het nieuws naar buiten dat er op 22 augustus 2015 het eerste Nederlands kampioenschap golf voor mensen met een fysieke beperking wordt gehouden. Ramon, de Nederlandse Golffederatie is een samenwerking aangegaan voor een bijzonder toernooi. Wat voor soort toernooi is het? Het is inderdaad een heel bijzonder toernooi dat de Nederlandse Golffederatie is aangegaan met golfbaan en golfclub de Batouwen. Het is namelijk het allereerste Nederlands kampioenschap voor mensen met een fysieke beperking. Er zijn steeds meer golfers in Nederland die een fysieke beperking hebben. Moet je denken aan mensen met één been, één arm, mensen met een dwarslesie, die op hoog niveau golven. En de NGF vond het eigenlijk dat de tijd rijp was om een Nederlands kampioenschap daarvoor in het leven te gaan roepen. De Nederlandse Golffederatie zal de organisatie voor zijn rekening nemen. En dan moet je echt denken aan de wedstrijd. Aan scheidsrechters, referees, mensen die achter de wedstrijdtafel zitten, de startlijsten maken, de uitslagenlijsten maken, al dat soort zaken. Maar verder zal er een enorm beroep worden gedaan op golfbaan de Batouwen, waar de greenkeepers natuurlijk een belangrijke rol spelen om de baan in perfecte conditie te krijgen. En tegelijkertijd de mensen van Batouwen Minder Valide Golf voor het randprogramma. En zoals vaker, de NGF neemt zeker een rol op zich, maar kan heel veel dingen helemaal niet doen zonder samenwerking. Wij zijn eigenlijk als golffederatie uitgekomen op Golfclub de Batouwen, omdat eerder dit jaar daar een stichting is opgezet, Batouwen Minder Valide Golf, waar een aantal clubleden zich ontzettend zijn gaan inzetten voor mensen met een fysieke beperking om die kansen te bieden om te gaan golven. En dat initiatief hebben wij als ontzettend warm en professioneel ook ervaren. Dat toen wij dit idee opperden aan de Batouwen, ze eigenlijk ook gelijk enthousiast waren, omdat ze via Batouwen Minder Valide Golf ook echt ervaring hadden opgedaan dit jaar en hadden gezien wat een prachtig project het is. Alexander de Vries is betrokken vanuit Golfcentrum de Batouwen. Alexander, hoe bijzonder is het toernooi wat gaat plaatsvinden op golfbaan de Batouwen? Hoe bijzonder is het? Het is voor mij wel echt, echt bijzonder. Vorig jaar voor het eerst een toernooi gehad met minder valide golfers bij ons op de golfbaan. En ik moet zeggen, voor mij was dat wel een eye-opener. Ik heb daar echt wel geleerd en gezien wat het betekent om een fysieke beperking te hebben in dat geval. Maar ook hoe ambitieus en gedreven en focused deze mensen waren. En organiseren jullie wel meer van dit soort grote toernooien? Of is dit het eerste echte grote toernooi? We zijn niet onbekend met grote evenementen en toernooien. Dat gaat ons makkelijk af. Daar zijn onze faciliteiten ook op gebouwd. En hoe trots ben jij zelf? Ik vind het geweldig om te zien wat het doet met mensen. Wat het doet met minder valide golfers. En dat golf niet alleen maar is voor wat je van tevoren al bedenkt dat het zou kunnen zijn. En dat het ook voor hen is. Dat het niet alleen maar is voor mensen met een dikke vette portemonnee, bij wijze van spreken. Dat is het sowieso op de Batouwen nooit geweest. We zijn heel toegankelijk, heel makkelijk. Maar het is alleen maar een bevestiging van dat zeker niet meer zo is. Batouwen Minder Valide Golf is trots op de komst van het evenement naar het golfcentrum. Sinus Wolters vertelt op welke manier deze stichting betrokken is bij het NK. Het toernooi, het Nederlands kampioenschap, dat gaat plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Golffederatie, de NGF. Waarbij wij faciliteiten en ondersteuning geven in de organisatie. Dus wij zijn niet direct verantwoordelijk. Wij doen een gedeelte en een ondersteuning van het hele project. Ben je niet bang dat jullie doelstelling dan ondersneeuwt? Nee, daar ben ik absoluut niet bang voor. Ik denk juist dat het een aanvulling is op onze doelstelling. Waar gaat het ons om? Als BMVG, Batouwen Minder Valide Golf, de minder valide mensen, de mensen met een fysieke beperking, om die centraal te stellen en daar de golfsport verder te enthousiasmeren en mogelijk te maken dat die mensen de sport kunnen uitoefenen. Dus ik denk dat het juist een nieuwe uitdaging betekent voor die groep, een Nederlands kampioenschap. En dat dat dan daarmee een bijdrage is voor de doelstelling die wij hebben. En ook nieuwe mensen hopelijk naar ons toe zal brengen. En de promotie die we bereiken met het Nederlands kampioenschap, die zullen we natuurlijk ten volle gebruiken om mensen duidelijk te maken wat kun je eigenlijk, ondanks de fysieke beperking, wat kun je dan toch nog bereiken met die golfsport? Wat kun je er allemaal mee doen? Wat je ondanks je fysieke beperking kunt bereiken in de golfsport is iets wat Monique Kalkman wel kan vertellen. Monique, wil je iets over je achtergrond vertellen? Ja, ik ben Monique Kalkman en met een
passie voor sport. Dat is eigenlijk, daar draait mijn hele leven ook wel om. Dat is de rode draad in mijn leven. En toen ik 14 was, heb ik kanker gehad, waardoor ik een dwarslesie heb gekregen. Daarvoor sportte ik altijd als valide kind en daarna ben ik rolstoelsporten gaan doen. Toen heb ik het tafeltennis opgepakt en ben ik ook Paralympisch kampioen geworden daarin. En toen kwam het rolstoeltennis overwaaien uit Amerika. Toen ben ik gaan rolstoeltennissen, want dat was natuurlijk mijn oude liefde. Het rolstoeltennis. Ja. En toen heb ik ook het geluk daarin gehad dat ik mijn Paralympische droom achterna kon. En heb ik alsnog die doelen, die dromen bereikt. Nu komt er een heel bijzonder toernooi aan eigenlijk, voor Nederland in ieder geval. Ja. Op 22 augustus in 2015. Ja. Wat betekent zo'n toernooi voor jou? Voor mij persoonlijk is dat een hele mooie doelstelling in de jaarkalender voor de toernooien. Dat je dan wilt pieken, want dan wil je laten zien als wedstrijdsporter dat je meetelt. En ik denk voor het golf, voor mensen met een fysieke beperking aan zich, is het een perfecte exposure naar buiten om te laten zien wat golf voor mensen met een fysieke beperking is. Je gaat niet alleen meedoen op het NK, je gaat ook clinics verzorgen. Hoe ga je dat combineren? Ik ga in het begin laten zien wat de aangepaste golf is. Samen met een aantal andere ambassadeurs. En dan gaan wij meedoen aan het toernooi daarna. En dan gaan de golfpro's door met de deelnemers aan de clinic. En mijn passie ligt nu absoluut in het golf. En ik weet wat voor potentieel golf heeft. En laten we dat zo mooi mogelijk naar buiten brengen naar iedereen. Zodat we zoveel mogelijk deelnemers en clinicdeelnemers hebben volgend jaar op de NK voor mensen met een fysieke beperking op de Batouwen.